Voordat ik ga beginnen met het filmpje, wil ik graag even laten zien wie er in juli heeft gewonnen en wat hij heeft gewonnen. Ik ga het even laten zien. Hallo, hier is Wendy. Vandaag met een heel leuk filmpje, namelijk een giveaway. Een giveaway voor mijn groep Ons Haakwerkje. En Ons Haakwerkje is mijn groep met kooppatronen die erop staan. Staan er inmiddels 20 op, uitgeschreven patronen. En daar kan je altijd ten alle tijde bij als je op die groep bent. Voor die groep betaal je een eenmalige ticket. En meer kan je erover vinden via deze link die je hier ziet. Daar kan je meer over vinden wat de prijs van die ticket is en wat je daarvoor krijgt. En elke maand in 2024 heb ik een leuke giveaway. Of ik het in 2025 ga herhalen, ligt eraan of ik in 2024 leuke, genoeg leden heb gekregen. Want van de inkomsten van de entry ticket doe ik nu elke maand een leuke giveaway. Dus ik geef weer een klein stukje terug aan degenen die lid zijn geworden. En dat ligt eraan in 2025 of dat gaat lukken om te herhalen. Dus heb je al een idee om lid te worden van Ons Haakwerkje? Kijk dan even dit filmpje af, want echt, ik heb hele leuke giveaways. Je ziet hier van alles staan en de giveaway wordt namelijk deze prachtige garenhouder die kan draaien. En het voordeel daarvan is, ik heb even mijn bolletje erop gezet, hier maak ik bloemetjes mee met deze garen. Is dat je als je hem hier op hebt staan, dat je dan hem neer kan zetten ergens waar je vast aan het haken bent. En rustig gaat de bol, wordt langzaam afgewerkt. Dus je kan lekker van buiten afhaken, dat is geen probleem. En je ziet, ik had iets gemaakt wat niet goed was, dus dat heb ik weer uitgehaald. Dat zie je aan die kronkeltjes. Je kan hem dan ook weer gewoon rustig terug op de bol zetten en dan begin je gewoon weer overnieuw. Dus deze leuke garenhouder ga ik bij de giveaway doen. Die heb ik ooit zelf gekocht bij Desiree. Helaas heeft Desiree haar webwinkel niet meer. Ik heb dat ooit één keertje gekocht voor een giveaway van Ons Haakwerkje. Daar heb ik er toen al twee van weggegeven en ik vond deze dus weer met opruimen. Dat ik dacht, och, ik had er nog één. En ik had het pakketje op deze manier gekocht. De Catania met de garenhouder. En die ga ik nu dus zelf weer weggeven. En ik geef niet alleen deze drie schattige bolletjes van Catania weg. Kan je altijd leuke kleine bloemetjes van maken. Of een klein tasje. Of misschien zelf een projectje wat je in gedachten hebt. Zet ik die weer even opzij. Want die was alleen maar om te laten zien hoe mooi dit kan draaien. Dus die gaat weer even weg. En de giveaway is dus voor deze Catania, de garenhouder en deze mooie bol van Stanley. Ook ooit of gekocht of gekregen van Desiree. Ik ga er niks mee haken, omdat ik een andere weg ingeslagen ben qua garens. Dus ik heb hier een cotton cake van Stanley. En daar kan je op haaknaald 2,5 mee haken. En hoeveel meter zit erop? 1000 meter. Dus dat is een hele mooie omslagdoek of sjaal. Je zou er bijvoorbeeld tulips voor Haley mee kunnen haken. Ik zal daar even een fotootje van laten zien. Die zou daar echt heel erg mooi in zijn. En ik denk dat je met 1000 meter al aardige weg komt. Ik had 6 bollen. Dus dat is 1200 meter. Maar dan was die ook wel extreem groot. En heel erg lang. Dus ik denk dat je met deze een aardige sjaal kan maken van tulips voor Haley bijvoorbeeld. En deze gaat ook dus bij de giveaway. En aangezien het vakantietijd is, hij kan hier, staat er op breipennen 3, 4 en haaknaald 2, 2,5. Kan die ook makkelijk op 3 gehaakt worden. En toevallig, ik moet hoesten en deze hangen aan mijn kastje. Dus ik dacht, nou, dit zou ik er nog wel eens bij kunnen geven. Ik ben ondertussen even het sluitingje aan het maken. Ogenblikje. Ik moest hem even losmaken. Wat ik erbij doe is deze leuke hanger met een haaknaaltje 3 mm. Ik ga even kijken of ik hem dichterbij kan brengen dat hij het doet. Even laten focussen. Kom op, even focussen. Kijken of het helpt als ik hem... Nou, hij wil hem niet focussen, maar het is dus een... kijk, daar komt die 3 mm haaknaald. Echt schattig. Die zou je als kettingje kunnen dragen. Als je op de vakantie bent, heb je altijd je haaknaald bij je. Dus deze 3 mm doe ik erbij. Hij is eigenlijk op 2,5. Maar misschien dat je een ander projectje er ook mee kan haken. Ik vond het wel een grappig extraatje die ik erbij kan doen. Die heb ik vroeger verkocht. En ik had er nu nog een met opruimen weer. Want ik heb weer helemaal mijn kamer opgeruimd.
Dat kan ik altijd blijven doen, want ik ben een verzamelaar van spulletjes en dingetjes en garens. Dus elke keer ruim ik weer op. En deze vond ik dus ook. En ik dacht, ja, die gaat dan bij de giveaway. Wat je dus kan ontvangen in juli 2024 is dus deze garenhouder. De Catania Wol, 3 bolletjes. De Stanley garen en een haaknaald. Die wordt voor juli 2024. En als je nou denkt, daar heb ik zin in, dat wil ik wel winnen. Op ons haakwerkje, dus leden van ons haakwerkje, even opletten. Niet op haakwerkje, niet op YouTube, niet op mijn persoonlijke account Wendy Rademaker op Facebook. Op Facebookgroep Ons Haakwerkje komt dit filmpje. En daaronder kan je je reactie achterlaten. Dit zou ik wel heel graag willen winnen of leuk of iets. En ik zoek dan een winnaar. Eind juli zoek ik een winnaar uit. Begin augustus. Jullie weten dat ik het meestal druk heb rond die tijd van een giveaway. Dus het kan ook 1 of 2 dagen duren. Maar er komt sowieso een winnaar van deze prachtige prijs. De Stanley 1000 meter. De Catania 3 bolletjes. De houder en de leuke haaknaald. En jullie zien er nog iets achter liggen. Dat is voor degene die lid zouden willen worden van ons haakwerk. Ik dacht, doe eerst even de giveaway. Als iemand dan interesse heeft voor ons haakwerkje, ga ik nog even wat leuks laten zien. Kijk, als je lid wordt van ons haakwerkje, krijg je van mij een hele leuk brievenbuspakketje. Daar zitten in steekmarkeerders. En steekmarkeerders heb ik in allerlei afbeeldingjes, hangertjes. En ik zorg gewoon dat ik random 20 leuke hangertjes heb, 20 zilveren steekmarkeerders en die krijg je als pakketje. Dat zit hierin. Maar voor degenen die in juli lid worden, heb ik een hele leuke verrassing. Ik heb namelijk deze op de kop weten te tikken. En dat zijn naaldenkokertjes. En de eerste 20, en ik verwacht er echt geen 20. Dus ik denk als je lid wordt van ons haakwerk, heb je zeker deze prachtige naaldenkoker. Want zo hard gaat het niet elke maand. Maar voor degenen die in juli lid worden, krijgen zo'n leuk naaldenkokertje in de bestelling erbij. En dat kan een lichte houten of een donkere houten zijn. En ik heb toevallig nu 1 bestelling. Die krijgt er eentje in het pakketje. En dat zit al hierin. En eerlijk gezegd, ik heb hem 1 uur geleden erin gedaan. Ik heb geen idee meer of ik de lichte of de donkere erin gedaan heb. Het zijn allebei dezelfde naaldenkokers. Dus je krijgt gewoon een leuke naaldenkoker. Heb je echt een ontzettende voorkeur? Ik wil graag bijvoorbeeld de lichte houten of de donkere houten. En je wil lid worden van ons haakwerkje, zet dat dan even in je bestelling bij de mededelingen. Ik zou graag het lichthouten kokertje ontvangen of de donkere houten koker. Ze zijn heel zacht van materiaal en ik ga eens even eentje openmaken. Ik had er als voorbeeldje al een heel klein naaldje in gedaan. Ik ga kijken of ik... Oh, dat naaldje is nu verdwenen. Ik ga kijken of ik die naalden kan bestellen, dat ze snel binnen zijn... Maar je zal vast zelf naalden hebben die erin kunnen. Het is gisteren binnengekomen deze kokers. En ik dacht, ja, ik ga gelijk die leuke actie doen. Ik heb hier altijd mijn hulpvriendjes met mijn steekmarkeerders en mijn naalden. En ik ga laten zien, je hebt bijvoorbeeld verschillende groottes naalden. En deze is de langste, volgens mij is die 9 centimeter. En die, ik denk dat die grootste er niet in gaat passen. Even kijken. Nou, hij kan dicht, maar dat is alles. Ik denk dat die grootste er even uit moet. En deze hebben aan een magneetje gezeten, dus die blijven automatisch een beetje plakken aan het binnenkantje. Dus je zou er altijd nog een magneetje in kunnen doen in de koker. Dan blijven ze mooi plakken aan je koker. En kunnen dus in deze koker. Je krijgt dus niet deze naalden erbij, want die zijn van mijn eigen stash. En ik heb ze niet op voorraad op dit moment. Ik ga kijken of ik ze kan bestellen en op tijd binnen heb. Als ik ze op tijd binnen heb, zit er een naaldje in. Gewoon eentje, omdat het leuk is. Heb ik ze niet op tijd kunnen bestellen, heb je in ieder geval de prachtige naaldenkoker. En je ziet, deze is op deze manier gewoon een schroefdekseltje. De donkere bruine is precies hetzelfde. Ook een schroefdekseltje. Dus het is maar net wat je mooier vindt. En die komt dan in jouw pakketje. En in het pakketje zitten 20 steekmarkeerders. Er zit een kleine leuke verrassing in. En nog wat meer. Maar ik heb hem expres dichtgeplakt. Want het is natuurlijk geen verrassing meer als ik laat zien wat er precies in zit. En kijk. Warning.
Opening this package will cause extreme happiness. Ik kan je verzekeren dat je van de steekmarkeerders echt heel erg blij wordt in je haakwerk. Want het staat altijd zo vrolijk in je haakwerk. Dus vandaar dat ik steekmarkeerdertjes erin doe. En die verkoop ik niet meer in mijn webshop. Die gebruik ik echt als welkomstcadeau voor mijn ons haakwerkje. Dus ik verkoop ze niet meer in mijn webshop. Je krijgt ze ook een 1 of 2 of misschien soms wel meer. Als je een leuke bestelling doet in mijn webshop van www.haakwerkje.nl. Los verkoop ik de steekmarkeerders niet meer omdat mijn oude website is gecrashed. En het kost zo ontzettend veel tijd om alles handmatig per stuk erin te zetten. En dat heb ik bij de vorige keer. Ik heb hem al 2 keer nu verfrest, de webshop. Dat ga ik een 3e keer niet nog een keer doen. Want het is echt zo vreselijk veel werk om alles erin te zetten. Dus ik doe ze nu bij mijn bestellingen. Dus in het pakketje van ons haakwerkje zitten er sowieso 20 steekmarkeerders. En dat zit dan in de entry ticket. Dus je betaalt een entry ticket om binnen te komen in mijn groep. En de betaling eigenlijk van de steekmarkeerders, want die zitten er ook in. En dat is voor mij dan die prijs geworden, de entry ticket, omdat dat kost allemaal geld. Ik heb het ook moeten kopen. Maar voor jullie dus deze ontzettend leuke naaldenkokers. En wees gerust, er gaan er zeker niet meer als 20 deze maand komen. Dat is nog nooit gebeurd. Ik heb genoeg. En dan zien jullie nog een doos staan. Als je tot hier gekeken hebt, ga je alvast zien wat ik in augustus heb ik echt een geweldige giveaway. Ik ga hem er even bij pakken. Kijk eens even. 4 prachtige bollen garens. En op elke bol zit 240 meter. En deze kleur is echt zo ontzettend mooi. Een beetje oud-roze, kan je me volgens mij heet het aubergine in de winkel, maar het is een soort oud-roze. Het is echt geweldig. Ik doe er 4 bollen bij. Heb je dus ook weer bijna 1000 meter. Weet je wat? Ik zal er 5 bij doen, want dan heb je 1200 meter. Ook weer prachtig voor bijvoorbeeld tulips voor Haley. Of Wendy's Dutch Scarf. Of een van mijn andere sjaals. Ik heb een YouTube kanaal vol met allemaal leuke sjaals. Kan je ook weer vinden op mijn webshop www.haakwerkje.nl. En dan kijk je op YouTube filmpjes op YouTube. En dan zie je daar al mijn gratis patronen die ik in de loop van de jaren heb weggegeven. En vorig jaar wilde ik eigenlijk stoppen met haakwerkje. Omdat ik het even een soort dip had van haken. En toen heb ik al mijn patronen gratis op YouTube gezet. Omdat ik dacht dat ik helemaal zou gaan stoppen. Maar het haken zit zo ontzettend in mijn hart verweven. Dat ik niet meer zonder haken kan. Dus ik ben toch weer januari 2024 begonnen. En ik ga meer reclame maken voor ons hakenwerkje waar mijn betaalde patronen zijn. Afgelopen 10 jaar heb ik alles gratis weggegeven. Bijna alles. En vanaf 2024 gaat dat anders worden. En vandaar ook de hele leuke giveaway prijzen voor ons haakwerkje. Want ons haakwerkje wil ik een beetje op de kaart gaan zetten. En doordat jullie een entry ticket kopen, kan ik gaan blijven voorhaken. Want dat is mijn bron van inkomsten geworden. In plaats van een nieuwe baan zoeken. Wil ik kijken of het lukte om gewoon allemaal leuke ontwerpen te gaan bedenken. Maar ontwerpen kost heel veel tijd en moeite en garen. Vandaar dat ik een entry ticket heb bedacht. Wat zit hier dan in voor augustus? Een hele mooie grote wolmolen. Ik ben gek op een wolmolen. Ik doe er echt al jaren mijn bollen op draaien. Ik heb daar altijd heel veel plezier van als ik ze opgedraaid heb. En ik ga hem gewoon weggeven. En je ziet hier is die nog uit elkaar. Je kan hem in elkaar zetten. Daar heb ik een filmpje van gemaakt. Die vind je hier. Even kijken, waar is mijn vinger? Onder de deksel. Hier staat meestal een linkje als ik aanwijs. Daar staat, je ziet rechts op puppen. Als hij er niet staat, geef me dan even een berichtje. Hey, je linkje werkt niet. Dan kijk ik even of ik hem er al ingezet heb. Of dat er iets fout gaat. Maar dat is om de wolmolen in elkaar te zetten. Als je het liever wil in augustus dat je de prijswinnaar bent. En hij wil je liever in elkaar. Zet ik hem gewoon voor je in elkaar. Geen probleem. Kleine moeite. Dus dit wordt de prijs voor augustus. En als je toch al twijfelt, zal ik wel meedoen? Zou ik vast zeggen, doe alvast dan in juli mee. Want elke maand weer maak je kans op een leuk prijs.
prijsje bij ons haakwerkje. Sowieso heb je de beschikking over mijn 20 patronen die je altijd kan haken wanneer jij wil dat je er tijd voor hebt. En als je lid wordt in juli, krijg je natuurlijk ook nog eens, het is echt voor jullie de actie, die prachtige naaldenkoker erbij. En in augustus komt er misschien wel weer iets anders, als ik wat gevonden heb. Want ik doe elke keer weer wat zoeken, dat ik denk, dat is leuk. En in augustus was dat toevallig deze prijs. Of in juli was dat toevallig deze prijs. Bedankt voor het kijken. Het is weer een heel verhaal geworden. Ik hoop dat je tot hier gekeken hebt. Als dat zo is, geef me dan even een duimpje bij het YouTube filmpje. En geef even een duimpje in de reactie. En laat ik dan zeggen, degene die tot hier gekeken heeft en even een reactie achterlaat op YouTube, een duimpje, die krijgt van mij een kans op deze naaldenkoker. Ik zal dan aan het eind van juli, als ik de giveaway ga bekendmaken, ga ik even laten zien wie die naaldenkoker heeft gewonnen. En dan stuur ik het gewoon naar je op. Maakt niet uit waar je woont. Ik stuur het gewoon naar je op. Vermeld dan wel even in een reactie waar je woont. Want dan kan ik wel alvast even kijken of het te doen is. Want die kan niet naar alle landen versturen. Dus vermeld dan even. Als je hier kans op wil maken, geef dan een duimpje. Een emoticon duimpje. Of een duimpje. Zeg gewoon een duimpje. En dat je de naaldenkoker zou willen winnen. En waar je vandaan komt. Want dat is wel de drie belangrijkste dingen die ik moet weten. En bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Dag!